Beste PropTech-bedrijf 2020, de winnaar is geworden Kate Innovation. Woehoe! Deze is voor jou. Nou ja, van mij. Elleboog, jazeker. Nou, vooral volle team zou ik willen zeggen. Wat een fantastische mooie eer. Ja, geweldig moment. Nou, jullie hebben er ook met recht zo lang. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal mooie PropTech-bedrijven. Er zijn er heel veel. Maar met recht, wat een jaar hebben jullie gehad, zeg. Ongelooflijk. Want neem eens even mee. Volgens mij het eerste financieel dagblad bericht was van vlak voor de zomer, of niet? Ja, ja, in maart al. Hè. In maart werd bekend dat Bolon, de venture van Vlissingen, bij ons instapte om verder groei te realiseren. Dat was natuurlijk een groot moment voor ons allemaal. We hebben ook groot gevierd met het team. Vervolgens hebben we Axiom overgenomen. En sindsdien is ja, die groei gaat gewoon hartstikke goed. Dat kan ook alleen maar met een fantastische team van mensen en wat nieuwe dachten hebben staan. Dus ik zie deze award ook voor een onwijs bijzonder jaar, maar ook vooral naar alle jongens die mannen en vrouwen, het hele team wat iedere dag keihard werkt om samen met onze keten te laten groeien. En dat de komende jaren willen doen. Het is natuurlijk een lastig jaar voor iedereen, ja. Maar vooral voor hun wil ik zeggen, jongens, ontzettend bedankt. Deze gaan we zeker met elkaar vieren. Ik ben in ieder geval ontzettend trots op wat we neerzetten. Nou, ik vind het heel gaaf, want we zeggen natuurlijk al jaren, die PropTech-bedrijven zijn vaak in een niche zijn ze bezig. En we zien steeds meer dat er ook samenwerkingen komen, dus dat is hartstikke goed. Ja. Jullie brengen dat eigenlijk naar het next level, wat je net al zegt. Jullie zijn echt bedrijven aan het overnemen en daardoor die verbinding aan het maken. Nou ja, ik weet dat we er samen vaak over hebben gesproken. Hè? Dat we uiteindelijk zien dat heel veel bedrijven een onderdeel van de keten oplossen. Ja. Wij hebben dat altijd wat breder ingestoken om ook echt de bedrijven in de transitie te krijgen. Hoe ze überhaupt de digitalisering intern kunnen organiseren. Maar vervolgens ook, wat kun je er dan ook de volgende stappen mee maken? Gisteren in een discussie met de toekomst van taxering ging het bijvoorbeeld over het gebouwenpaspoort. Nou, dat gaan we ook verder actualiseren met Axiom. Meer data delen, meer consolideren. Dus ja, ik zou zeggen, ik kijk ontzettend uit naar komend jaar. Nou, nog even één zin. Wat doet Kate Innovations? Kate Innovations, het is tegenwoordig al breder. Wij zijn gestart om echt het commercieel vastgoedrecht rondom taxeren te vergemakkelijken, digitaal te maken en dat optimaal in te richten. Maar je ziet eigenlijk dat we nu de volgende stap maken is, hoe halen we verschillende data uit de bronnen bij elkaar? Hoe kunnen we het toevoegen? En waar je echt de specialist, wij eigenlijk faciliteren alles rondom de specialist, zodat die specialist kan blijven. En wij helpen ze daarmee ondersteunen met data. Super cool. Nogmaals, ontzettend gefeliciteerd met deze award. Neem hem mee naar kantoor straks, delen met je medewerkers. En met recht, gefeliciteerd.